auto die elektrisch rijden op de kaart heeft gezet, is de Prius van Toyota. 10 jaar geleden kwamen ze daarmee met dit dingetje. Miljoenen van verkocht. En eigenlijk gewoon hebben het meeste publiek, als ze denken aan een elektrische auto, dan is dat gewoon de Prius. Nou, maar het enige wat hij deed was eigenlijk remenergie terugbrengen in een heel klein akkertje. En dan kon je er maximaal 5 kilometer mee rijden. Maar het was een begin. En het ding is oer en oer en oer degelijk. Maar nu na 10 jaar hebben ze een innovatie gedaan. Ze hebben een upgrade. Je kunt nu 20 kilometer elektrisch rijden. Jij hebt dat ding zeg maar gekocht. Rijdt het echt elektrisch? Als je in de stad rijdt, rijdt het echt elektrisch. Maar zodra je op een buitenweg gaat of op de snelweg, dan is het afgelopen. Dan is het de gewone Prius. Na 10 jaar had ik toch eigenlijk wel een betere innovatie verwacht. Het is niks vergeleken met de Opel Ampera. En zeker niet vergeleken met al die hele 100% elektrische ruiters. Maar dat vind ik, zonder dat ik erin gereden heb. Ik ga er nu even een rondje in maken. 10 jaar geleden vond ik dit echt een heel specie uiterlijk. En alleen als ik het nu zo zie, dat ding wat hier zo tussen zit, het voelt nogal erg plasticky. Maar goed, we gaan hem even aanzetten. Er zit een powerknop op. Dus je hoeft niet de stekker ergens in te stoppen. Nou, dat is ook wel gewoon, maar dat was 10 jaar geleden ook al zo'n klein, moet je kijken, zo'n schermpje daar. Een afgrijzelijke kwaliteit trouwens. Dus we gaan eens even kijken als we ermee gaan rijden. Hij maakt wel een beetje lawaai eigenlijk. Wow, ik geef gas en meteen begint die motor een enorme herrie te maken. Dit is niet gewoon zachtjes elektrisch rijden. Dit is, en hij heeft ook absoluut geen enkele vorm van acceleratie. Dat ding accelereert niet. Als je de gaspedaal indrukt, het enige wat er gebeurt, krijg je een hele hoop lawaai. Dit heeft niks met elektrisch rijden te maken. Helemaal niks. Deze Prius is echt een prutsauto. Hoe durft Toyota, als ze 10 jaar en miljoenen auto's hebben gedaan, de eerste stappen op elektrisch rijden hebben gedaan, hoe durven ze deze auto te maken? Dit is niet het predicaat, elektrisch mag dit niet verdienen. En qua 10 jaar innovatie is dit de minste innovatie. Dit krijgt een award voor de minste innovatie ever. Toyota, kom op. Get going. Doe iets nuttigs. Dit is het niet.